Bent u teleurgesteld? Gemengde gevoelens. Allereerst eiste Schiphol van de rechter tot er een verbod zou komen op de algehele OV-staking. En die OV-staking, landelijk 24 uur, die blijft in de lucht. Punt. Daar zijn we tevreden over. Hadden we ook niet anders verwacht. Waar wij teleurgesteld over zijn, is dat een groepje mensen die stakingsbereid is, niet mag staken. En dat is een gemengd gevoel. Als we daarmee eventueel een veiligheidskwestie zouden oplossen of voorkomen, nou, dan moeten we dat maar accepteren. Is de NS tevreden met deze uitspraak? Nou, het was op verzoek van de Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer dat er een minimale dienstverlening naar Schiphol zou komen. De rechter die dwingt die nu af en wij gaan gewoon zorgen dat we dat zo goed mogelijk kunnen gaan doen voor de veiligheid en de orde op Schiphol. En hoe gaat die dienstregeling eruit zien? Nou, we gaan dat nu verder in detail uitwerken. De rechter heeft gesproken over 4 treinen per uur van Amsterdam naar Schiphol. Ook halteren in Sloterdijk en Lelylaan. En in Hoofddorp zal er gekeerd moeten worden. Dus los van de landelijke staking zullen er, zo dwingt de rechter nu af, collega's aan het werk gaan om die pendel op de rails te krijgen. Ja, is het een historische uitspraak, zoals u zegt, meneer Hoes? Ja, het is zeker historisch, omdat het bijzonder is dat de gemeente zich heeft gevoegd in deze rechtszaak. Dus aan de kant van Schiphol is gaan staan. Met name omdat het over openbare orde en veiligheid is gegaan. Dus we hebben niet gekeken naar de economische belangen voor KLM en de airlines, maar puur naar de openbare orde en veiligheid. En ik ben heel blij dat de rechter ons heeft geaccepteerd ook in dat arrest. Ja, want u heeft geen zorgen meer daarover? Jawel, ik heb nog steeds heel veel zorgen. Dit is maar een klein deel wat nu weggenomen is. Daarnaast zou een heel groot deel weggenomen moeten worden doordat KLM en de andere airlines zorgen dat zo min mogelijk passagiers op Schiphol zijn. De dagen dinsdag en woensdag ook, want dat is weer staking op Schiphol zelf. En daarnaast zullen er allerlei verkeersmaatregelen genomen gaan worden. Dus het is een heel pakket waar dit een onderdeel van is, maar wel heel belangrijk.